En ja, toen lag mijn motor lag in onderdelen, lag over de snelweg en ik lag daartussen en ik ben naar de kant gekropen. Ik ben Theo Overbeke en ik ben geraakt. In 2005 kwam mijn vader te overlijden. Dat was wel een moment dat ik echt werd stilgezet. En daar stonden we dan samen op die begraafplaats, familie, mensen daaromheen. En ik bedacht mij, mijn vader, ondernemer, wij waren niet per se rijk, maar hij had een hart voor het evangelie, hij had een hart voor de Heer en daar werkte hij voor. En ik dacht bij mezelf, ja, ik heb dat ook wel, maar ik heb heel mijn leven eigenlijk toegericht op mijn job die ik doe in de vastgoedwereld. Weet je wat? Ik stop daarmee. Ik word ZZP'er. Ik word vastgoedadviseur. Dus ik deed dat zo op die manier dat ik tijd over had om met de evangelie bezig te zijn en mijn boterham te verdienen. Nou, dat boterham verdienen, dat ging goed. Dan heb ik een motor gekocht, want dan kon ik sneller op bestemming zijn, eerder bij de klanten, meer klanten. Ja, toen was daar een moment in 2012 van de ene afspraak naar de andere afspraak. Het was een beetje druk op de snelweg. Nou, je kan je misschien wel voorstellen, allemaal auto's in de file en dan ga jij er met die motor zo tussendoor, hè? Maar ergens misschien het knipperen van het oog had ik even iets niet gezien. Dat daar voor mij blijkbaar iets gebeurde. En ineens zat alles vast. En dan rij je zo 80 km per uur. En toen knalde ik bovenop. En dat zijn hele goede auto's van een goed Duits merk. Zie je het voor je? En met die motor knal erin. En ja, toen lag mijn motor lag in onderdelen, lag over de snelweg. En ik lag daartussen en ik ben naar de kant gekropen. Ambulance is gekomen, mensen om me heen hebben me geholpen. Ik werd helemaal gespalkt in zo'n op een brancard gelegd. En ik werd naar het ziekenhuis hier in Gouda gevoerd. En daar lig je dan. Nou, dan weet je het eigenlijk niet meer. Dan vraag je je af van hoe is het nou gekomen? Van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat bij mij eigenlijk vooral binnenkwam. Ja, je hebt je nou weer druk gemaakt. Je bent eigenlijk weer meer geld aan het verdienen. En je bent nog meer tijd daarin aan het stoppen. Het was alsof er een stemmetje in me zei. Weet je wat, ga die tijd maar helemaal apart zetten. En eigenlijk maakte ik daar in het ziekenhuis de keuze om te zeggen van ik ga me inschrijven voor een opleiding theologie. Ik heb een beeld op begraafplaats IJsselhof laten plaatsen. Dat beeld dat heet Kom maar. Het spreekt mij aan omdat ik in 2005 rond de begrafenis van mijn vader zo ontdekte van de Heer voor mij ook een weg heeft uitgestippeld. Maar ook na het motorongeluk, precies hetzelfde. Dat ik moest ontdekken en mocht ontdekken van ja, er is een weg ook voor mij weggelegd. En die ben ik ook gegaan.